Dames en heren, welkom. Vandaag ga ik jullie iets vertellen over muziekinstrumenten. En ik ga jullie iets vertellen over golven en trillingen met betrekking tot muziekinstrumenten. We gaan eerst kijken naar snaarinstrumenten. Daarvoor nemen we een snaar. Een snaar in rusttoestand beweegt niet. We gaan de snaar aantokkelen. Als we dat doen, dan ontstaat er een golfbeweging in die snaar. De golf zal van links naar rechts gaan lopen, bijvoorbeeld. Hij gaat omhoog en de golf gaat weer naar beneden. Nou, dat is niet helemaal waar. De golf gaat heen en weer en de snaar gaat op en neer. Wat gebeurt er met een heen en weer gaande golf? De golf die botst hier tegen het uiteinde van de snaar. Hij botst daar, want een snaar zit namelijk altijd ingespannen. Neem een gitaarsnaar, die zit aan twee kanten vast en in het midden kun je hem aantokkelen. De uiteinden, die noemen we knooppunten. Daar kan de snaar niet trillen. In het midden kan hij volop trillen. Dat noemen we een buik. De golf kan daar helemaal omhoog en naar beneden. Dat is een buikpunt en de punten waar de snaar vast zit, dat noemen we knooppunten. Die golf die botst tegen het uiteinde aan en zal weer terug gaan bewegen. Er ontstaat een interferentiepatroon en we krijgen een staande golf. Het is net alsof die golf stilstaat. In feite beweegt de golf heel snel heen en weer. Maar het enige dat we zien is een trilling met in het midden een op- en neergaande beweging. Nou, die snaar die kan ook op een andere manier bewegen. Namelijk als volgt. De golf die gaat heen lopen, maar dan is hij nog niet aan het uiteinde van de snaar gekomen. En dan gaat hij nog verder heen. En dan botst hij tegen het uiteinde aan. En dan krijgen we een figuur die er zo uitziet. Ook hier zal er weer interferentie optreden van heen en weer gaande golven. En we krijgen nu te maken met een knoop aan het uiteinde en een knoop aan het uiteinde. Maar we hebben nu ook een knoop in het midden. En dat betekent dus dat we ook te maken hebben met twee buiken. Dit is een toon die precies twee keer zo hoog is als de vorige toon. We hebben namelijk ook twee keer zoveel buiken in de snaar. En de frequentie, de toonhoogte van de snaar, is nu ook twee keer zo groot. Nou, dit kan natuurlijk op nog weer een andere manier. De golf gaat, laten we zeggen dat hij van links naar rechts loopt. En hij gaat door het evenwichtspunt heen en hij gaat nog verder en gaat weer door het evenwichtspunt heen. En botst weer tegen het uiteinde aan. Er zal weer interferentie optreden. En we krijgen weer een ander patroon in de snaar. Aan het uiteinde staat de golf stil, dus daar hebben we weer knopen. Hier en daar, op 1/3 en op 2/3 van de snaar, hebben we ook een knooppunt. Daar staat de golf ook stil. En daar in het midden, en hier in het midden, en daar in het midden, hebben we weer zogeheten buikpunten. En je raadt het al, de toon die deze snaar voortbrengt, is drie keer zo hoog als de eerste golf. Nou, we kunnen hier nog iets beter naar kijken. We kunnen hier aan gaan rekenen. En we zien dat deze snaar heeft een bepaalde lengte L. En er past precies een half golf past erin. Een half lambda. Waarom een half lambda? Nou, dat is niet zo moeilijk. Want als ik een golf teken, dan hebben we hier één hele golf. Ik zal eventjes de evenwichtstand erbij tekenen. Een golf gaat omhoog en naar beneden en hij gaat naar beneden en terug omhoog. Dan hebben we één hele golflengte. Dus als we nu een golf hebben die één keer omhoog gaat, dan hebben we dus te maken met een halve golflengte. Dus ik kan zeggen dat de lengte van deze snaar is een half lambda. Nou, ik kan ook zeggen, die golf is n keer een half lambda. Waarom n keer? Nou, we zeggen dat als er één keer een halve golf inpast, dan zeggen we dat hebben we te maken met de grondtoon. En dat geven we een nummer,
N is 1. Dit is de laagst mogelijke toon die deze snaar kan voortbrengen. En dat noemen we de grondtoon. En we zeggen dan N is 1. Ja, als we N is 1 hebben, dan hebben we vast ook wel N is 2. Ja, dat klopt. En deze toon noemen we dan de eerste boventoon. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, als er twee keer een halve golf inpast, oftewel één hele golf, dan kunnen we voor N is 2 invullen. Dan krijgen we de lengte is 2 keer een half is 1 keer een lambda. Ja, dat klopt. Dan past er dus inderdaad precies één keer een hele golflengte past er in deze snaar. Nou, als we N is 2 hebben, dan kunnen we vast ook wel N is 3 hebben. Ja, natuurlijk kan dat. N is 3 noemen we dan de tweede boventoon. Want bedenk, N is 1, daar hoorde de grondtoon bij. Dus N is 2 de eerste boventoon en N is 3 is de tweede boventoon. Klopt dat met onze formule? Ja, dat klopt. Want als ik nu voor N is 3 invul, dan krijg ik 3 keer een half is anderhalf lambda. Nou, als ik ga tellen hoeveel golven pas hierin, dat is 1 half, een hele, en anderhalve golflengte pas hier in deze snaar. Wat kunnen we hiermee doen? Nou, we kunnen hiermee rekenen. We nemen een voorbeeld. Een koord met een lengte van 1,2 meter. Een koord of een snaar. We zeggen dat de golfsnelheid door de snaar heeft een waarde van 380 meter per seconde. Kunnen we dan nu uitrekenen wat de frequentie f is die we te horen krijgen? Wat voor toon hoort hierbij? Ja, dat kunnen we uitrekenen. We gaan eerst bedenken dat N is 2, dus de eerste boventoon, want er past twee keer een halve golf past daarin. Nu vullen we in de formule. L is N keer een half lambda. Voor N vullen we 2 in. Dan krijgen we 1,2 is 2 keer een half lambda. Dus lambda is dan gelijk aan 1,2 meter. Nou, we hebben een formule om de frequentie uit te rekenen. En die formule die luidt deel de golfsnelheid door de golflengte. En dan hebben we de frequentie. Ik vul in voor de golfsnelheid V 380, de lengte 1,2 en ik kom op 317 hertz. Is dit het eindantwoord? Nee. Het moet namelijk netjes significant correct. En dat wil ik dan hebben in twee significante cijfers. Want we hebben gemeten dat de lengte is gelijk aan 1,2 meter. Dat zijn twee significante cijfers. Die eerste boventoon, N is 2, dat is niet een meetwaarde, maar dat is een zogenaamde telwaarde. Die telt niet mee in ons significant cijfers. Dus als ik hier nou twee significante cijfers van maak, dan kom ik op een frequentie van 0,32 kHz. Oké, zover de snaarinstrumenten. Dan gaan we meteen verder naar de blaasinstrumenten. En als we de snaarinstrumenten hebben begrepen, dan zijn de blaasinstrumenten kinderlijk eenvoudig geworden. We hebben wel twee varianten. Namelijk ten eerste met twee open uiteinden. Hoe ziet dat eruit? Een buis waar we op kunnen blazen. Een fluit, een fagot, een hobo, een klarinet. Dat maakt me niet uit. We zeggen de lengte is net als te straks bij de snaar. N keer een half lambda. Waarbij we voor de grondtoon geldt weer N is 1. Wat wel meteen opvalt is dat bij de snaar hadden we aan de buitenkant hadden we de knooppunten. Daar stond de snaar stil en in het midden hadden we een buik. Bij een blaasinstrument is het precies andersom. Bij de uiteindes kan de lucht vrij trillen, dus daar hebben we te maken met een buik. En in het midden van de buis staat de lucht stil, dus daar hebben we een knooppunt. Nou, hier hebben we N is 1. Het is gesneden koek nu. We gaan meteen door naar N is 2. Je ziet er verschijnen ook weer iets meer knopen en buiken. Hoe vaak past er nu een halve golflengte in? Nou, als we zeggen N is 2, dan geldt dus dat er 1 keer een halve golflengte en 2 keer een halve golflengte in past. Hoe zit dat ook alweer? Van buik naar knoop naar buik? Nou, ik teken gewoon nog een keertje de golf met een evenwichtssituatie erdoorheen. Hoe zit dat nou? Nou, even andere kleur.
Hier staat de golf, laten we zeggen, stil. Hier heb ik een knooppunt. Hier bovenaan kan de golf maximaal trillen. En hier staat hij weer stil. Dus dan heb ik daar weer een knooppunt. Dus van knoop naar buik naar knoop is een halve golf. Als ik dat nou toepas op deze tweede buis. Ik ga van een buik naar een knoop naar een buik. En weer naar een knoop naar een buik. Dan past er dus twee keer een halve golflengte in. Dit geldt dan natuurlijk ook voor n is 3. Nou, we kunnen weer tellen. Hoe vaak past hier nou een halve golf in? Van buik naar knoop naar buik is 1 keer een half. Dan van buik naar knoop naar buik is tweede keer een half. En dan weer van buik naar knoop naar buik past er 1, 2, 3 keer past er een halve golflengte in. Dus dan geldt n is 3. Kunnen er nog meer? Ja, natuurlijk. N is 4 kan natuurlijk ook. Nou, ga maar tellen van buik naar knoop naar buik is 1, naar knoop naar buik is 2, naar knoop naar buik is 3, naar knoop naar buik is 4 keer past hier nu een halve golflengte in. Dus als we willen rekenen, dan moeten we nu voor n 4 invullen. En dan krijg je 4 keer een half lambda, dan passen er 2 hele golflengtes passen erin. Nou, dan de andere variant. Eén kant gesloten en één kant open. Hoe ziet dat eruit? Als volgt. Ik heb de linkerkant van mijn buis is dicht. Daar heb ik een knooppunt. Daar kan de lucht niet vrij trillen. Aan de rechterkant van mijn buis heb ik een buik. Daar kan de lucht wel vrij trillen. We zeggen weer, dit is de grondtoon met n is 1. Nou, dan gaan we weer kijken of die formule L is n keer een kwart lambda op, of die opgaat. Dat kunnen we even controleren door n is 2 te nemen, de eerste boventoon. Nu past er hoe vaak een kwart golflengte in? Nou, 1 keer, 2 keer, 3 keer. Als ik nou n is 2 invul, dan krijg ik 2 keer een kwart is een half lap. Dat klopt niet. Dat is niet een half lap. Daar. Er past hier namelijk 3 kwart golf in. Ik heb 3 keer een kwart golflengte. Dus dat betekent dat we deze formule, die moeten we een beetje aanpassen. De formule wordt niet in het boek genoemd. Ik noem hem wel. Hij staat namelijk ook in BINAS. Het moet zijn 2n min 1. Keer een kwart lambda. Waarom? Nou, dat heeft ermee te maken dat we altijd een oneven aantal knopen hebben. Of een oneven aantal... Dat heeft ermee te maken dat er altijd een oneven keer een kwart golflengte in past. En in deze formule, daar komt nu altijd een oneven getal uit. Dat geldt dan ook voor n is 3. 1 keer een kwart golflengte, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer een kwart golflengte past hierin voor n is 3. En voor n is 4 ook. Mijn vrouw komt binnen. Jongens, wat onwijs gaaf. Ik hou het even voor gezien. En ik maak hem straks nog wel even af. En een paar uurtjes later maken we dit filmpje alsnog even af. We waren gebleven bij de buis met aan één kant een open eind en aan de andere kant een gesloten eind. En we nemen als voorbeeld de tweede boventoon. En dan geldt n is 3. Hoe zit dat nou precies met de formule? Nou, dat laat ik zien. Als ik voor n is 3 invul, dan krijg ik voor de lengte van de buis geldt dan 2 keer 3 min 1 keer een kwart lambda. Nou, hoeveel kwarten lambda's hebben we dan? Nou, 2 keer 3 min 1, dat is dus 5 keer een kwart lambda. Dus die formule die klopt wel, maar klopt dat ook met wat we hier kunnen zien? Ja, ik heb hier 1 keer een kwart, nog een keer een kwart, derde kwart, vierde kwart, vijfde kwart. Dus in deze buis heb ik 5 keer een kwart golflengte. Nou, kan het met deze formule ook prima
bekijken dus. En let op. In BNAS, ik zal er even een dikke streep onder zetten. Deze formule staat in BNAS. Dus die kun je makkelijk erbij pakken. Maar het is natuurlijk ook prima als je in een tekening telt hoe vaak je van knoop naar buik gaat. En dat is dan elke keer een kwart.